on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Yes, yes, yes. Daar is Vichy weer. En vandaag weer een nieuwe Goldfish natuurlijk. En vergeet niet alvast een blauw duimpje omhoog te geven, want dat steunt mij namelijk enorm. En we gaan vandaag spelen op de map Lockdown. Ik ben in die lobby gebleven waar ik net eigenlijk ook weer gegooid werd. Ik ben zo te zien nu, ja, is de host gemigreerd. Dat kun je zien, hè, want dan zijn alle scores weer op nul. En natuurlijk krijg je altijd de laagste ranks krijg je bij jou. Altijd. Level 2. Red Degree. Split Screen Noobies. Oh ja, oké. Oké, nou ja, die gaan, ik denk samen, even gokken, samen, hè, 5,30 gaan ze, minimaal, 5,30, ah, nee, 5,40, eigenlijk, 5,40. Hé, hey, geen host nog, ook nog niet, want ik had 3 bar, in het begin. Jeez, mensen, ik weet zoveel van connecties tegenwoordig, moet je gewoon helemaal in verdiept. En, je moet je voorstellen, vroeger zaten we nooit zo te zeuren. Totdat ik een keertje als een van de eerste had ik UPC, Cello, had ik uit mijn buurt. En ook van mijn vriendengroep, zeg maar. Paul, dat bedoel ik dan. En dat is. Wat een tering lag ook. En ik ging me toen niet verdiepen. En toen zei ik altijd van, nou jongens, ik kan ze helemaal niet raken. Gingen we er elke keer uit en was ik elke keer. Oh, man. Nou, what the fuck, man. Was ik elke keer host. En ik dacht bij mezelf van, ja, kan dat nou, joh, dat ik er... Dat ik ze niet kan raken. En toen bleek dus uiteindelijk dus dat je gewoon, zeg maar, ja, een soort van... What the fuck, kom op nou, jongens. Blind Eye 6 in Dead Silence. Jezus. Toen bleek uiteindelijk dus dat je gewoon, nou, gewoon echt heel veel pech kan hebben. Als je een kutconnectie, tenminste een goede connectie hebt. Dat je eigenlijk genaaid wordt, zeg maar. Dat is wel best wel gemeen eigenlijk. Van de... Kom op! Ja, ik moet even zo doen. Kom op. Oké. Okay. Even wat tranquila, zeg maar. Wat is dat nou? Nou, 2 keer een hitmarker op jou. 2 keer een hitmarker. Dat was visklentek, heeft hij. Ja, dat kan je niet redden, pik. Oh nee, kut! Ah, weer een hitmarker! Ik heb toch damage erop, jongens! Hop, luisteren! Ja, daar ga ik dan 3 keer dood door die schraggast. Het is altijd zo irritant als mensen... Session joinen, zeg maar. Session joiners! Daar word jij gek van. Oh! Mazzel! Dat was natuurlijk de... Nou, die gas is niet te raken! Die gas is niet te raken! Ik krijg alleen maar hitmarkers! Laat hem gaan! Yes! What the fuck, zeg! Meen je niet? Hij was nog niet op mijn radar geweest, hè? Maar kijken. Ah. Het slaat echt helemaal nergens op. Bullshit, jongen. Oh, mijn team is ook echt ultra aids natuurlijk weer. Ho. Oh. Ik kan er niks aan doen, jongens. Ik word helemaal klem gezet hier. Ah, kom op. Jongens, kom op nou. Ik kom helemaal niet zo eruit. Ah. Flik het erop nou, jongens. Kom op nou. 07311. Ja, ik zei het al. Ik zei 5. Oh, stelt bomber.
Mazzel hoor. Ja, niet zo snel. Kut. Die kill wordt eigenlijk gejat van me. Hop. Oh oh. Dag Chris. LMG. Jongens, kom op nou. Doorlopen, groene. Man. Hij groen staat hier wachten, kijk maar. Oké, even kijken hier. Waar zitten ze? Ik ben aan het luisteren ook. Jongen. Hitmarkers! Kom op! Kom op! Yes! Luisteren. Oh my god, al dat geluid, jongen. Zit er eentje hieronder? Kijken of hij mij... Oh, nee, dat meen je niet. Blind Eye, Assassin, Dead Silence. En dat gaat niet zo heel erg lekker. Capture. Oké, laat ik nog even liggen. Oké, laat hem maar gaan. Jezus, mensen! Ja, en dan ben ik dood. Wauw, man. Enemy in repeat. Wat? Tik dan. Kom maar. Kom dan. Kom maar bij Fishy. Komt niet bij Fishy. Dan ga je dan blijven leven. Dan heb je mazzel. Tak, 16-16. Dat is niet zo heel erg pro nog, hè? Maar... mazzel. Even kijken. Shitmarkers zijn niet zo leuk. Oh my god, en ja. Ja, maar ja. Hallo. Nee, te traag! Laszlo 2003. Snijfertje. Weer, snijfertje. Zo. Ja, als je dat gebruikt, dan kan je genaaid worden, Bik. Dan kan je genaaid worden. Ja. Dan moet je maar slimmer zijn. Oké, UV online, dat is altijd prettig. Dat is altijd prettige shit, hoor. Nice. Kijk, ze is rennen, jongen. Oh. Sorry. Kut! Laszlo had me weer in de gaten, jongen. Tjonge, jongen. Doei. Hé, hey, kijk eens aan, de 1000 kills.
Stealth bomber. Oh, oh. Hey! Whoa, whoa, whoa. Oh my god. Ja! Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dat betekent dat ik 10.000 XP erbij gekregen. Dat is wel lekker. Dat betekent ook dat ik bijna... Hey. Ja, ah, dat deed ik wel goed. Eigenlijk die switch. En dan ging ik alsnog dood. Dat betekent wel dat ik 10.000 XP erbij heb gekregen. Hmm, dat betekent... Ah, hey, ik zat trouwens goed, hè. 6... Nou, 6,50. 6,50, hè. Van tevoren zeg ik 45. Oké, 6,50. Jezus, mensen. Amblin, model. Oké, 10.000 XP. En hoeveel XP nog nodig? Nog maar 20.000 XP. Oké. Oké, 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 oké. 22.000 XP. Oké, oké. Nou, ik ga er even uit. Dat is makkelijk. Ja. Doppeltekend. Dan gaan we even kijken. Naar de challenges gewoon. Wat hebben we qua challenges? Ben ik nou echt gek of zo? Ja, ik zit helemaal verkeerd. Ken ik het nog niet? Na hoeveel dagen? 70 dagen. Oké. Okay. Even kijken. Shotgun. En een model. En dan kijk. Nog 2 kills en dan heb ik 14.000 XP erbij. Kijk, en hier ook nog. Dit is ook heel belangrijk. 2 headshots. En dan krijg ik ook 5.000 XP. Dus het kan gewoon... Theoretisch gezien... Moet ik wel een goed potje hebben. Zou het de volgende potje, zou het de laatste potje kunnen zijn van de serie. Theoretisch gezien. En anders, ja, dan duurt het nog een aflevering, denk ik, langer. Jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En bye bye.